Yo beste kijkers van Tevoren Vraag, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Drop een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal, check de merch op www.tevorenvraag.nl. Laten we gaan beginnen. Ik ga het in deze video hebben over old school skins die terugkomen. En dan wil ik het eigenlijk nog specifieker hebben over de Merry Marauder. Die skin komt namelijk terug en ik heb daar bewijs van. Namelijk als we naar dit plaatje gaan kijken, dan zien we dat de twee nieuwe skins die vandaag zijn uitgekomen hierop staan. En in de achtergrond, links onderin, zien we de vrouwelijke detective en de discofiguren daar nog verder in de achtergrond. Maar er is nog wat te vinden op dit plaatje. Kijk goed, kijk goed. Waar zou iets kunnen zitten? Ja, op het dak! Boven Big Shot, de groene letter, zie je links, boven de I eigenlijk, zie je de Merry Marauder zitten. De skin die al heel erg lang in de game zit, die niemand meer kan krijgen op dit moment. Maar bijna, ik zou zeggen 90% zekerheid dat de skin weer terugkomt in het spel. Namelijk, we hebben de Red Knight natuurlijk terug gehad. Die was ook heel erg rare en niemand had hem bijna. Hij is teruggekomen, iedereen vond het eventjes kut, maar nu is iedereen er weer cool mee. Dit gaat hoogstwaarschijnlijk ook gebeuren met de Merry Marauder. En andere skins volgen ook. Ik denk dat alle skins, alle oude rare skins, dat die allemaal terugkomen. En nu zul je heel misschien denken van, ja, oké, dat is kut. Maar aan de andere kant, we voorkomen daarvoor heel erg veel scams, want heel veel accounts worden verkocht aan mensen. En die worden dan gescamd. En of ze worden echt verkocht, maar het mag niet. Want ja, je mag geen accounts verkopen of kopen. En die accounts bevatten natuurlijk weer die rare skins, dus vandaar worden ze verkocht. Dus dat wil Fortnite allemaal voorkomen hiermee. Want op deze manier heeft iedereen de kans om die skins te krijgen en wordt het accounts verkopen zo'n stukken minder. Natuurlijk, het blijft in de game, want ja, mijn account bijvoorbeeld zal ook misschien wel een paar honderd euro waard zijn. Die zou echt wel iemand willen kopen, weet je wel. Maar ja, dat mag dus niet. Ook absoluut nooit en nooit doen. Maar ja, wat vind jij hiervan? Vind jij dat de oude skins terug moeten komen? Laat het achter in de poll hierboven en in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. En laat ook anders eventjes in de reacties achter of je deze skin gaat halen, de Merry Marauder. Ik weet er bijna zeker van. Ik ga hem denk ik wel halen. Ik vind dit echt een super vette skin. Dat kun je ook zien als je naar mijn top 10 skins kijkt. Klik even op het i'tje, want daar staat hij behoorlijk hoog. En nu is de vraag, wat gaat de volgende skin worden? Ik denk dat de meeste hopen op de School Trooper. Aangezien, ja, alle pro-streamers die streamen daarmee. En het is toch wel een beetje zo'n, ja, ik weet niet, het is gewoon een grappige skin. En misschien komt hij wel bij Halloween. Dat weten we niet. Maar ja, het is in ieder geval een Halloween skin. Dus ik denk dat hij dan weer in de game komt. Dat was eigenlijk een hele korte video, maar ik heb nog wel gameplay voor jullie samen met Dion. Dit keer staat het geluid wel goed. Dus enjoy the gameplay. Gaat niet helemaal goed, zeg ik je eerlijk. Maar het is wel een leuke gameplay. Dus ik zou zeggen, check het nog zeker weten. Eventjes like, abonneer en check op het einde nog eventjes de video's. Gaan we nu de gameplay kijken. Let's go! Zie je het? Ik heb geen materials meer. Hem. Let's go. Heb je die medkit nog? Ik lig hier beneden. Ja, die moet jij hebben. Ja, kom, moet iets terug lopen hier. Waar mensen schieten op ons? Ja, ja, ik heb geen materials, dus ik ben fucked. Ik heb nul. Huh. Ik heb echt hout nodig, al hier. Hier beneden nog een mooie sniper. Ik ben gewoon desperate een huisje aan het kapot maken. Ah, oh, nice. Watch out, watch out, watch out. We hebben echt met zo'n... Oh, hier ligt een chug, what the fuck? Die hebben we helemaal gemist. Ja, weet ik. Die heb ik net geopend. Ik kon hem alleen meenemen. Oh, dan neem ik hem al mee even. Ik weet niet. Gaan ze ons pushen, hoor? Ja, ze pushen ons, pushen ons. Je pusht iets terug. Een hit, volle hit. Dood, dood. Sick. Oh, lekker. Materials, please. Heb iets van hout. Pak jij ze maar. Ik heb niet zoveel. Of ik heb al wat. Oh, nice. Hij heeft wel wat. Niet heel veel, though, maar... I can deal with it. Oeh, daar ook nog. Oh, daar helemaal. Jesus Christ. Mag ik een keer ook een keer spelen of zo? Hij is in de bush daar. Ah, kut. Het is lastig om te hitten hier met al die bomen, joh.
Oh, tyfus. Jij moet weg, zonne. Yep. Ik loop wel iets op een andere plek als jij. Oh, jij loopt achter hun echt, ja. Ja, ik kan niks een beetje pushen. Prima. Ze missen door, ze missen. Oh, hoe kon dat mis zijn? Ik heb een beetje knocked. Oh, lekker, ik ga pushen. Ik heb bijna geen turret meer. Het begint. Ik Ik heb hem gehit zeker. Hij moet loten. Oh fuck, miste. Ik heb hem maar, holy shit, waar heeft die Chuck? Heb ik mee. Oké. Okay. Wacht, kan ik die misschien nemen? Ja, hier. Ik heb namelijk geen. Oké, dankjewel. Dan heb ik deze minis hier. Oh fuck, ik heb ook geen materials. Okay. Dit is zo kut, hè. Van alles weinig hebben. Constant, dat is zo irritant. Maar eerlijk, hoeveel kills heb jij? 3-3 staat hier. Lekker man. Die snipe, die headshot snipe jongens, heerlijk. Ja, sowieso. Had ze niet verwacht. Oké, ik heb je minis mee. Oké. Kan ik misschien 5, kan je 5 droppen of zo? Ja hoor. Er ligt nog eentje los daar. Ja, ik heb het al. Ja. Dan heb ik, hebben we allebei. Dat is een beter. Nee, all hout. We need that shit. En we moeten nog best ver lopen. Ja, oh shit, we moeten ziek ver. We moeten zo'n ding vinden, ja, man. Ja, we hebben nog een minuut. Dus. Ik weet het maar dan nog, we hebben echt zo'n ding nodig. Kom hier naar boven, ik zweer. Dit is de beste manier. Nou, er zijn genoeg mensen tegengekomen in ieder geval. Hé, hey, ja, zeg dat wel. Best wel drukjes hier in de woestijn. Als je fights wil, ga naar de woestijn, mensen. Nou, hij is Lucky en Loot en daarheen. Mooi man. Ja, inderdaad. Lucky is echt perfecte plek nu. Nog beter geworden dan het eerst was. Voorheen moest je altijd naar Fatal. Nu kun je tenminste eigenlijk in de desert. Moeten rennen, man. I'm running. Hakken. Ik heb materials aan te halen. Ja, ik ook. Ik heb nou maar 220 hout. Ja, ik 170. En nu 100, wel 188 steen. Maar... Zoveel mogelijk te gatheren. Ze hebben me opgeblazen dit. Yep, beetje kapot. Beetje maar. Iemand was met C4 aan het spelen. Ik vind hem zo sterk, C4. Ongelooflijk sterk. Yep. Neem ze nu ook wel vaker mee. Heb je alles gereload? Ja, kijk eens voor ons. Ja, ja. Wat voor ons? Fly. En waar? Achter de boom. Ah, oké. Ik kan het niet zien, ik ging ze in jouw pad staan. You take it. Ik wil snel zijn. Ja, red je wel, red je wel. Heeft dat leuk zin? Nee. Ah. Oh. East. Ik zie het. Daar kan bijna. Hij heeft niet zijn eentje volgens mij hoor. Nee, hij is niet zijn eentje. Nee, ik loop. Nog iemand klaar. Wow, ik heb veel damage op hem. Op mij. Oké, dankjewel game. Eentje daar. Pak hem bijna, hij is bijna dood. Kan niet veel meer hebben.
Ah, hij zat erboven. Zonde. Het was echt net zo van, zonde. Ja, waar de fuck zit hij? Waar ging hij heen? Dat was de question.